Wow, een gouden! What the fuck? What the fuck? Hallo kijkers van Shine Surprise, welkom bij een gloednieuwe stream en een gloednieuwe video op YouTube. Ja, ik ga vandaag een TCG opening doen. Een hele boosterbox van Battlestyles. Het boxje wat eigenlijk gisteren uit is gekomen. Dus het is een hele nieuwe box. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik zie wel dat ik wel al wat gedropte frames heb gehad. Dus ik hoop dat dat niet de hele tijd gaat zijn. Want dat zou heel erg jammer zijn. En heel erg zonde ook. Dus we gaan ervoor dat we geen gedropte frames meer gaan krijgen. Yo, Justin is in de chat en Sander is in de chat. Wat een gezelligheid. Ja, dit kan best wel eens een lange video gaan worden. De video die op YouTube komt, die wordt dus niet gekut. Dus dan weten jullie dat alvast. Jammer van de gedropte frames. Ik hoop dat die niet te vervelend zijn. En ik hoop dat niemand daar last van gaat hebben. En dan gaan we maar eens eventjes dit monster openen. Het zijn nogal veel kaartjes, veel pakjes die we moeten gaan openen. Dus ik ben benieuwd hoe lang we daar uiteindelijk mee bezig zijn. Oh, wat heb ik allemaal aan? Wat zit er allemaal aan, jongen? Voor viezigheid. Oké. Okay. Nice. Ik doe hem wel hier heel even open. Oh ja, dat is op de plastic, ja. Dat is van... ze hebben het Pokémon logo, zeg maar, erop op die seal gedaan. En die kruimelt, zeg maar. Dat is... Gelukkig zit er een seal omheen. Ja, kijk. Zo. Gelukkig is de box zelf wel helemaal intact. Dus dat is mooi. Zo. Ik heb een prullenbakje naast me gezet. Heb je monster? Tuurlijk heb ik monster. Zoals het hoort, Justin. Kijk. Daar is die. Ik zal even netjes openvouwen. Zoals het hoort. Zo, jullie zullen hem zien. Ik ga hem zo uit beeld zetten. Maar dit zijn 36 pakjes. Dus we gaan gewoon aan de linkerkant beginnen. En dan gaan we zien. Nou, fake cards zullen het niet zijn. Want ik heb hier al eerder besteld. Dus ik weet dat het goed is. Dit zijn is het artstijl van het pakketje. Met Urshifu. Dat zijn ook wel de vetste kaarten. Zitten uiteindelijk toch nog wel shinies. Ik heb nog van dat dust op mijn handen. Moet ik er even afhalen. Zo. Er zitten dus blijkbaar wel shinies in. Twee. Een Houndoom en een shiny Octillery. Dus er zijn toch shinies te poelen, maar dat zijn wel de secret rares. Dus de kans dat die poelen is natuurlijk best klein. En altijd Jeroen is aan het reden. Lekker bezig, Jeroen. Goed hoor. Laten we hem gaan openen. Ik hoop dat het wat makkelijker gaat dan de vorige. Het gaat een stuk makkelijker dan de vorige keer. Dat is in ieder geval fijn. Zo. Hey Jeroen, leuk dat je er bent. Even kijken, dan moeten we hem omdraaien. Oh, de TCG code hadden jullie bijna gezien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan moeten we even kijken. 1, 2, 3, 4 vooraan. En dan krijgen we, als het goed is, de rare achteraan zitten. Ik heb nog steeds gedropte frames, heel jammer. Dit is een Dark Energy. Het eerste pakkie, Corina Focus. Tower of Waters. Een Crawdaunt. Een Fomantis. Die hadden we al gezien. Galarian Slowpoke. Vette kaart. Een Mankey. Een Horsey. Ik moet hem natuurlijk wel recht houden. Want anders zien we straks al of we een goede kaart hebben. Een Honedge. Een Mankey Single Strike. Huh? Oh ja, dit is het. Dit was de Reverse Holo. Ik zag het bijna niet, maar dit is een Reverse Holo. Reverse Holo Mankey en een Rare Licky Licky. Dus dat is de eerste Rare. Niet een heel boeiend pakketje zoals we zien. Maar het is het eerste pakketje, dus dat is niet erg. Ik ben benieuwd wat we nog meer gaan krijgen. Het volgende pakketje is de andere Urshifu. Kijk dan, die ziet er ook cool uit. Wel fijn dat deze een stukje makkelijker te openen zijn dan die van Shining Fates. Zo. Dan gaat de TCG code weg. Zo. Dan, ik zag al een beetje dat er een vette kaart zat.
We doen net alsof we dat niet hebben gezien, ja? Oké. Okay. Een water energy. Een Luxio, als je scherp stelt. Oh ja, dat was hij. Ja, Luxio. Een Grumpig. Escape Rope. Een Bellsprout. Electabuzz. Gligar. Honedge. Scatterbug en Reverse Holo is een Phoebe. En de rare card van deze, dit pakje, het tweede pakje, is Necrozma. Wow, dit is niet de full art, nee hè? Volgens mij, jawel, dit is wel de full art volgens mij. Full art Necrozma volgens mij. Ik moet het even opzoeken, maar deze kaart is fucking vet. Dit is een hele vette kaart. Om mee te beginnen. Ja hoor, echt vet. Ik heb natuurlijk, zoals het hoort, de zieltjes. Dus. In het zieltje. Nou, we hebben wel echt een hele vette kaart. Nice. Om mee te beginnen. Yo, Simon. Leuk dat je er bent. Is dit in real life gokken? Een beetje. Maar het gaat mij niet per se om de waarde van de kaart hoor. Gewoon dat ik vette kaarten krijg. We gaan nu naar een Tyranitar pakketje. Ze zitten allemaal gelukkig allemaal naar elkaar. Dus dan kan ik al die mooie arts van de pakketjes laten zien. We hadden de twee Urshifu's al. En nu hebben we een hele vette. Zo, een hele vette Tyranitar. Zo. Dan gaat de TCG Guard Gonzo. Dat is nu nog niet bekend, want de set is gisteren pas uit. Dus dat weten we nu nog niet. 1, 2, 3, 4. Meestal duurt dat even voordat de eerste verkocht is, zeg maar. Dan weet je een beetje wat het. Wat de waarde er ongeveer van is. Oké, een Energy. Een Metal Energy. Een Morpeego, de Dark versie. Met wel een frame droppie. Ik weet niet waar die vandaan komen, maar het zal wel. Een Tool Jammer. Een Level Ball. Houndour Single Strike. Silicobra. Blipbug. Ja, vraag en aankoop inderdaad, ja. Of vraag en aanbod, dat klopt. Esper. En gewoon welke gekke er wat voor wil betalen, zeg maar. Dat is zeg maar wat je ervoor krijgt. Frillish. En volgens mij komt de Reverse Holo nu. Ja, Reverse Holo Zubat. Wat een gebreide Zubat is. Best een grappige kaart. En een Flapple V. Kijk, dat is al de tweede redelijk nice kaart. Niet de Crossman was natuurlijk echt epic. Maar toch een V getrokken. Dus dat is nice. Ik hoop in ieder geval zeker één rainbow en één gold card te trekken. Dat zou echt heel gaaf zijn. En met die gold cards er zitten dus die twee shinies in. Dus dat zou helemaal geweldig zijn. Zo, die leg ik daar neer. En deze gaan op een ander plekje. Zo. Dan gaan we naar de volgende. En dat is een Empoleon pakketje. Ook een hele vette. Volgens mij hebben we nu alle vier de arts gezien. En dit is dus ook het vierde pakketje. We gaan er lekker met een tempootje doorheen. Daar houden we van. En we beginnen zo te zien met een Salen dit. Zo. Het TCG Go kaartje gaat hier. Of online kaartje gaat hier naartoe. Nee, Empoleon is zeker niet underrated. 1, 2, 3, 4. Dit is gewoon de minste starter van Gen 4. Dat is gewoon zo. Oké. Okay. Daar hebben we de Psychic Energy. Expatiar. Ja, heeft Drumpik ook een leren kaart? Die heb ik wel getrokken net volgens mij. Maar heeft me niet echt. Ik kon niet heel echt meer herinneren hoe het ook weer was. Maar die zullen we vast nog wel een keer trekken. Honchkrow. Perugly, Salandit, Corphish, Galarian Slowpoke, die ik ook echt heel vet vind, Timber, We're Yelling Timber, Esper, Reverse Holo Single Strike, Mawile en wow, een gouden, what the fuck, what the fuck. Dit is een secret rare, dit is een van de rareste kaarten van de hele set. In het vierde pakketje.
Dat is nog niet bekend, Jeroen, maar de kans dat die geld waard zal zijn is erg groot. Holy shit, deze kaart is fucking vet. Het is geen shiny, maar het is wel fucking vet. En dit was pas het vierde pakketje. We hebben er nog 32 pakketjes te gaan. We gaan hem even sleeven. Ik denk helemaal niet, Peter. Repeater, sorry. Kijk, een levelballetje. Mooi kaartje hoor. Oh, wat een begin van de stream. Lekker bezig. Ik ga een nieuwe tattoo laten zetten, ja. Maar dat zal ik jou wel even een keertje laten zien. Dit is weer een Urshifu pakketje. Let's go. Even kijken. Zo. Die aan de kant, hier. Gaan we naar het volgende pakketje. Oeh, nou dat is al iets. Dat is al iets. 1, 2, 3, 4. Zeker, ja, tuurlijk is dat leuk. Zo. Een Fire Energy. Als die gaat... Ja hoor, daar is die. Een Fire Energy. Young Millionaire door Pokémon kaart. Ja, echt hè. even kijken. Een Golbat. Single Strike. Style Mustard. Oké, je hebt dus ook nog een andere Style Mustard. Spupa. Timber. Beltoy. Sizzlipede. Mankey. Ponyard. Deze set heeft zeker mooie kaartjes. Een Rapid Strike Falling. Volgens mij is het de eerste Rapid Strike kaart. En het is ook nog eens een Reverse Holo. En een Jelly Sand. Het is niet altijd feest. Dat denk ik ook. Repeater. Zo. Dan gaan we naar het volgende pakketje. Weer een mooie Urshifu. Oké, een Jinx. Oh, eerst het TCG-codetje weg. Zo. 1, 2, 3, 4. En dan beginnen we met een Fight Energy. Een gewone levelbal, maar die hebben nu al een coole gouden. Een Boeveland, ook best een vette art. Een Bruxish. Een Shinx Rapid Strike. Een Houndour. Repeater, zouden we wel een beetje normale berichten willen plaatsen? Dankjewel. Ponyard. Kyubone. Een Rapid Strike Remoraid. Een Reverse Holo Luxio. Oeh, die is nice. Dan zal er vast wel een vette Luxray kaart ook in zitten. En de rare is een Vivian. Nou, eerlijk gezegd, ik verwacht natuurlijk dat we wel nog goede kaarten gaan krijgen. Maar dat we al één Secret Rare hebben, dat is al super nice. En ik hoop ook nog een Rainbow Rare te trekken. Die Rainbow kaarten zijn zo vet. Zo. Oh, daar ging bijna de code. 1, 2, 3, 4. Zo. Een Lightning Energy. Een Perugly. Een Seedra. Even wachten tot hij scherp stelt. Je kan het. Ja. Weeping Bell. De Lickitung die we net zagen. Cherubi. Orsi,
Murkrow, Bronzor, Reverse Holo. Oeh, Single Strike Energy. Dit is best een vette Reverse Holo. En als rare in... Oh, is een single, ja, Single Strike Energy. En als rare hebben we een Marowak. Zo. Oh. En Empoleon pakketje. En een Volmantis. Zo. Eén, twee, drie, vier. Oké, we beginnen met Grass Energy. Een Karkol. Een Pignite. Bruno. Fomantis. Een Single Strike Mawile. Ook echt een vet plaatje vind ik die Mawile. Mankey Single Strike. De Horsiefontein. Lickitung. Volgens mij komt er nu de Reverse Holo. Ja, Reverse Holo Drampa. Vette kaart. En een Galarian Slowbro. Ook wel een vette art. Zo langs het strand. Oh. Zo. Eén, twee, drie, vier. Oké, wat trekken we nu? Het is in ieder geval een Dark Energy. Swordward en Shieldbird. Die fucking irritante gasten van de postgame van Sword and Shield. Gliscor. Als hij scherp stelt natuurlijk. Ja, Gliscor. Spoopa. Ponyard, Blipbuck, een Rapid Strike Shinx. Sander, de game is inmiddels anderhalf jaar uit. Esper, Rolycoly, een Single Strike, een Reverse Holo Pignite. En een Stoutland V. Weer eens een wat betere kaart. Kijk, die is zeer nice. Ja hoor. Dan gaan we heel eventjes in een folietje doen, zo. Een Single Strike Stoutland. In ieder geval weer een hit. Nice. Mijn twee favorieten zijn in ieder geval nu de Necrozma die we net getrokken hebben. En natuurlijk die gouden levelbal. En shiny zou helemaal mooi zijn. Die zitten er dus wel twee in deze set. En dat wist ik nog niet toen ik hem had gehaald. Daar kwam ik gisteren pas achter. Die is mogelijk veel gebruikt in TCG. Oké. 2, 3, 4. Een Water Energy. Durant. Girder. Tower of Darkness. Nu hebben we allebei de towers. Oh, die wordt veel gebruikt. Nice. Mr. Mime. Een Spoink. Een Single Strike Mawile met die vette art. Keknia. IJsboer. Ik zal even het raam dicht doen. Die gaat namelijk nog 100 keer langs rijden, dus nee, daar hebben we geen zin in. Goed, waar waren we gebleven? Bij deze Keknia. De Reverse Holo is... Oh, nog niet. Een gewone Corphish. Reverse Holo Single Strike Emboar. Hey, tijgertjes. Thanks for the follow. Heel aardig, heel aardig. En een... Oeh! Nice, een Entei. Een Holo Entei. Dit is best een nice kaart. En Quinny is ook gefollowed. Thanks for the follow. Nice.
Een NT'tje, hotseflots. Cool kaartje. Een holo rare, nice. Oh, ik zal deze even weghalen. Zodat ik in ieder geval een net scherm hou. Het volgende pakkie. Oeh, en daar zit in ieder geval een Pachirichu in. Het is geen roze Pachirichu helaas. 1, 2, 3, 4. Thanks for the follows, jongens. En als het goed is, moet de nieuwe follower zometeen ook naar Quinny aangepast worden. Maar dat gaan we zien. Of Kuni. Dit is een Metal Energy Indeedee. Een Dottler, die hebben we nog helemaal niet getrokken vandaag volgens mij. Of Fan of Waves Rapid Strike, ook niet. Een Pachirisu. Single Strike Tepig. Volgens mij hebben ze nu alle drie van deze lijn. Een Bronzor. Een Spoink. Oeh, dit is een vette kaart. Met die achtergrond. Een Gligar. Een Reverse Holo. Marowak. En als rare in het pakketje hebben we een Salazzle. Niet holo. Volgende pakketje. Oh. Dat was de camera. Dat is niet heel handig. Zo. Oh, de TCG online kaart. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we naar de volgende. Met een Psychic Energy. Een Escape Rope. Een Rapid Strike Carnivine. Oh, ook een vette kaart. Hero. Corphish. Galarian Slowpoke. Timber. Esper. Electrobus. Reverse Holo. Bisharp. Grappige kaart. En als rare een Single Strike Stonejourner. Grappige kaart zo. Ja. Oké, nice. Het volgende pakkie. De online kaart. Zo. 1, 2, 3, 4. Oké. En de next. Een Fire Energy. Een Heatmore. Een Honchkrow. Camping Gear. Rapid Strike Mienfu. Cherubi. Pachirisu. Een Spearow. Een Rapid Strike Remoraid. En als Reverse Holo hebben we een Lickitung op het strand. En als rare in dit pakketje een Tapu Koko VMAX. Dit is als het goed is ook een waardevolle kaart. De VMAX kaarten die zijn altijd nog even wat waardevoller dan de V-kaarten. Dit is een hele goede pool. Ik denk dat dit de derde beste pool van de dag is. Ja, is wel vet of niet? Dat was waarschijnlijk money. Ja, precies. Hele vette kaart. Heel nice. Tapu Koko VMAX. Heel tof. Even kijken, want ik liet dat vallen. En hoesje. We zijn nog niet eens op de helft. En we hebben al zulke leuke kaarten. Ik hoop stiekem nog een Rainbow Rare te poelen. Dat is mijn ding voor de rest van het doosje. Dat we in ieder geval nog een Rainbow Rare kunnen poelen. Dat zou cool zijn. 1, 2, 3, 4.
een Fight Energy. Als we heel even gaan scherpstellen. Nee, gaan we dat niet doen? Ja, Corina's Focus. Dat is een toepasselijke kaart. Tower of Waters. Crawdant. Volgens mij hebben we die nog niet gepoeld vandaag. Corphish. Hey, achter elkaar. Timber. Beltoy. Sizzlipede. Mankey Single Strike. Reverse Holo. Esper. En als rare in het pakje is... een Steel... Oh, een Holo Steelix. Nice. Holo Steelix. Weer een Holo Rare kaart. Nice. Ik vind het zo vet dat die Steelix zelf niet Holo is, zeg maar. Dat hij er echt zo uitspringt. Dat vind ik... dat is echt vet. Hele vette kaart. Inderdaad, Sander. Corina Notso Focus. Inderdaad. Het volgende pakketje. Eén, twee, drie, vier. Een Lightning Energy. Een scherpgestelde Indeedee. Hé, daar zit een Sinistee op het plaatje, grappig. Weeping Bells. A Tower of Waters. Remorate Rapid Strike. Zubat. Lickitung op het strand. Yamper. Die gaan we doorscheuren. Nee, ik ben niet zo fan van Yamper. Wel de eerste keer dat we hem poelen vandaag. Scatterbug. Een Reverse Holo Karkle. En als rare in dit pakketje een Electrifier die we ook nog niet hebben. Het is geen Holo Electrifier. Ja, vind je die Zubat lelijk? Ik vind hem wel grappig. Ja, ik ben zeker een Yamper-hater, ja. Oké, een Grass Energy. Camping Gear. Bisharp. Deze is nieuw. Single Strike, Scroll of Scorn. Spearow. Fomantis. Galarian Mr. Mime. Veltoy. Mianfu Rapid Strike. Een Reverse Holo Beltoy. En... een regular Drempa. Of nou ja, het is een gewone rare, maar ja, het is verder geen bijzondere kaart. Zo. 1, 2, 3, 4. Een Dark Energy als je scherp stelt. Kom op, je kan het. Ja. Seedra. Dat is de eerste Seedra volgens mij van de dag. Honchkrow. Purrugly. Blipbug. Shinx. Oh, Shinx. Rapid Strike. Wel een andere art volgens mij dan de andere die we hebben. Esper. Rolycoly, Salandit, Reverse Holo, Octillery Rapid Strike, vette kaart, dit is echt een vette kaart. En als rare hebben we een Marowak. En dit is pakketje nummer, even tellen, pakketje nummer 18.
Ik ben wel echt blij dat ze een stuk makkelijker te openen zijn dan die van Shining Fates. Zo. We beginnen met een Water Energy. Een Doublade. Crawdont. Swordword en Shieldbird, Sander. Die gasten, dat zijn echt je grote vrienden. Sizzlipede. Spearow. Hey, een Onyx. Wat cute. Bellsprout. Celecobra. Oeh, een Reverse Holo Seedra. En als rare in het pakketje op de helft. Oeh, een Empoleon V. Rapid Strike zelfs. Dit is wel een nice kaart. Dit is wel een nice kaart. Die vindt Simon wel leuk, denk ik, als hij er nog is. Empoleon V. Very nice. Oh, ik zal de kaarten weghalen. We zijn op de helft. We hebben de helft van de pakketjes gehad. Even een slokje drinken. En dan gaan we door. Met een pakketje waar Tyranitar op staat. Je zou toch zeggen dat Tyranitar dan ook in de set zit. Hebben we nog niet gezien. De enige die we van de pakketjes die op de voorkant staan, die we gezien hebben, was net die Empoleon. Verder nog geen enkele. Oeh, dit wordt een slecht pakketje, denk ik, want een Yamper zit erin. Een Lightning Energy. Phoebe. Cheryl. Doublade. Rapid Strike Mienfu. Bellsprout. Salandit. Murkrow. De reverse holo van het pakketje is een Bronzor. En de rare van het pakketje is een Kledel. Die hebben we nog niet getrokken. Vette achtergrond van de Kledel. Maar verder geen speciale kaart. Zit je in de finale? Je bent goed bezig, Sander. Lekker bezig, Sander. Zo. 1, 2, 3, 4. Grass Energy. Grumpig. Hele lelijke Grumpig. Holy shit. Oh, die is echt goor. Pharaoh. Rapid Strike Carnivine, die is wel vet. Tepic Single Strike. Timber. Ponyard. Cacnea. A Rapid Strike Shinx. Een Reverse Holo is een Rapid Strike Fan of Waves. En de rare van het pakketje is een Corviknight V. Gelukkig geen dubbele. Nice. Hele vette kaart. Corviknight V. Hele vette kaart. Zo. In online. Nice, Sander. Nice. Nee, dat geloof ik wel, Sander. Zo, omdraaien. 1, 2, 3, 4. Een Dark Energy. Een Durant. Een Girder. Tower of Darkness. Bellsprout. Electrobus. Gligar.
Honedge. Pardon, Scatterbug. De Reverse Holo is een Galarian Mr. Rhyme. En de rare van het pakketje. Een Holo Aegislash. Nice. Daar houden we van. Aegislash is echt een vette Pokémon. Een Holo Rare Aegislash. Super nice. Hele vette kaart. Ook die achtergrond is echt episch. Nice. Ik laat alle coole kaarten die ik heb getrokken, zeg maar, straks aan het einde nog zien. Dan weten jullie dat alvast, als jullie geïnteresseerd zijn. Oh. Oké. Okay. Water Energy. Pyro. Heatmore. Rapid Strike Energy. Galarian Mr. Mime. Spoink met vet achtergrond. Vette art van Single Strike Mawile. Cacnea. Corphish. De Reverse Holo. Is Galarian Slowpoke. En natuurlijk de rare is een Single Strike Primeape. Oké. Een. Hallo? Je kan het. Ja. Een Metal Energy. Boefeland, vette art. Bruxish, die ook best wel vet is. Het is misschien niet de allerleukste Pokémon, maar wel zo met die achtergrond. Wel gewoon vet. Single Strike, Scroll of Scorn. Spearow. Ja, dat is nice, Sander. Onyx, die aan het slapen is. Bellsprout. Thanks for the follow, Carmen. Carman. Hoi. Galarian Mr. Mime. Silicobra. En als Reverse Holo. Een Indeedee met de Sinistee erbij. En de rare is een Santascorch. Wel gewoon een vette art. I'm not sure what I'm going to do with the code. You can have this one. Take a screenshot. And it's over. Because I fucked it. 1, 2, 3, 4. But I'm not sure what I'm doing with the rest. Oké, we gaan weer door op het Nederlands. Als die psychische kaart eventjes scherp stelt. Dank u. Heatmore? Hallo, Heatmore. Doe eens niet zo lastig. Ja. Hunchcrow. Camping Gear. Murkrow. Hubone. Scatterbug. Corphish. Glameow. Reverse Holo. Mienfu Rapid Strike. En als rare. Oh, Urshifu V-Max. Dit is een van de beste kaarten van de set. Holy shit.
Niet zo, en niet hetzelfde als die level ball, maar deze kaart is een van de chase cards van deze set, zeg maar. Deze is a fucking beast. Hele vette kaart. Holy shit. We missen eigenlijk alleen nog een Rainbow Rare. Dan zijn we echt gewoon... Dan is het echt een perfecte box geweest. En er zijn best wel veel rainbows in deze set. Dus ik hoop dat er nog een rainbow gaat komen. Een Rainbow Victini of zo. Dat zou wel cool zijn. Ja, is heftig of niet, Sander? Sander denkt dat een gamecode is. Oh, mis. I'm not sure what I'm doing with the cards, with the codes. I haven't decided yet. Okay. Oh, ik heb een fout gedaan. Oeps. Wacht, er is iets fout gegaan. Waar zit de? Oké, ik heb hem echt fout gedaan. Zo moet hij. Ik denk dat ik hem 2 keer heb gedaan. Energy. Hallo. Rapid Strike Luxio. Grumpig. Ik weet al dat er een holo gaat komen trouwens. Een gewone holo. Escape Rope. Scatterbug. Houndour Single Strike. Relish, die ik een keer wil gaan shiny hunten, want die is vet. Silicobra. Glameow. Reverse Holo Heatmore. En een Holo Golbat. Very nice. Very nice. Deze is nice. Maar niet zo vet als natuurlijk die VMAX Urshifu net. Holy shit. That's true what Sander is saying, of Gaming SB is saying. It's my boy Sander. Sander, zou jij uitroepteken Discord in de chat willen doen voor alle nieuwe mensen? Oké, we hebben het goed gedaan deze keer. Join onze Discord zoals je... mocht je dit op YouTube zien, de link staat in de beschrijving. Mocht je dit live kijken, dan is dat zeker een mogelijkheid om de Discord te joinen. Glidescore. Spupa. Urn of Vitality. Kijk, dat is weer een nieuwe, die hadden we nog niet gepoeld. Lickitung, Cherubi, Orsi, Murkrow, Bronzer, Reverse Holo Gligar en Licky Licky, die hadden we ook nog niet gepoeld vandaag. We poelen nog steeds nieuwe dingen. Maar ik heb een hele stapel. Ik heb nog 35 van die codecards over. Dus ik moet er vast wel iets mee. Oké. Energy. Hallo? Net deed hij dat wel. Dat hij mijn hand scherp stelt. Ah, nice. Nou, dat zeker, Sander. Lightning Energy. Camping Gear. Bisharp. Scroll of Scorn. Rapid Strike Remoraid. Zubat.
Lickitung. Degene die niet genoemd mag worden. Scatterbug. Reverse Holo Urn of Fatality. Nu krijgen we hem twee keer achter elkaar. En de rare card in deze is een... een Rapid Strike. Mienchao. Nice. Jawel, Sander. Dat doe ik wel. Eén, twee, drie, vier. Oké. Grass Energy. Een Golbat. Die is vet. Als je scherp stelt, is hij zeker vet. Kom op, je kan het, Golbat. Soort van. Golbat. Single Strike Trainer, een Mustard. Spupa. Timber. Pawniard. Cacnea, Jinx, Rapid Strike, Sizzlipede, Reversal, Lurantis, die hadden we ook nog niet, nice. En als rare in deze, die hebben we niet gezien. Oké. Nog een paar pakketjes te gaan. 8 in totaal zo te zien. Eerst die rotsenvlot. Oké. En Dark Energy. Morpeko. Rapid Strike. Mustard. Bruno. Gligar. Baltoid. Electabuzz. Honedge. Single Strike Tapic, de Reverse Holo is een Honedge. En de rare van deze pakje is... nice! Een Tapu Koko V. Nu hebben we zowel de V-Max als de Tapu Koko V. Hele epische kaart. Ik vind die Tapu Koko kaart echt vet. Een hele vette Tapu Koko. Nice. 7 pakjes te gaan. En we hebben echt wel hele vette dingen getrokken. Hoop stiekem echt nog dat er een rainbowtje tussen zit. En dan is echt de hele dag compleet. 1, 2, 3, 4. Een water energy. Deze hadden we nog helemaal niet. Scroll Swirls. Seedra. Single Strike Energy. We hebben nog geen Rapid Strike Energy volgens mij. Of heb ik dat fout? Bronzor. Bellsprout. Electabuzz. Gligar. Honedge. Reverse Holo Crawdant. En als rare in het pakketje een... nice. Een Holo Meowstick. Ik vind Meowstic best een vette Pokémon. En hij is nu ook nog eens holografisch. Nog 6 pakjes te gaan. Twee, drie, vier. Oké. Een Metal Energy. Als hij hem scherp stelt. Ja. Karkol. Pignite Single Strike. Bruno Single Strike. Corvish. Galarian Slowpoke. Timber. Esper. Electabuzz.
Reverse Holo Sandaconda, die we ook nog niet hadden getrokken vandaag. En als rare een Galarian Slowbro. En die hebben we wel getrokken vandaag. 5 pakketjes te gaan. Hey, ik zie al een kaart die we nog niet hebben. Dus dat is mooi. Twee, drie, vier. Nog geen rainbow getrokken vandaag. Psychic Energy. Phoebe. Cheryl. Dublade. Chimecho. Pachirisu. Cherubi. Een single strike Mawile, of in de volksmond ook wel Mawile genoemd. Dat is een grapje trouwens. Onix, reverse holo, Cheryl en als rare in dit pakje een Salazzle. 4 pakketjes te gaan, boys en girls. Zo. 1, 2, 3, 4. Fire Energy. Expecia. Rapid Strike Energy. Nu hebben we zeker weten de Rapid Strike Energy. Capture. Houndour Single Strike. Prillish. Silicobra. Glameow. Single Strike Tepic. Reverse Holo. Is Claydol. En may the force be with you. Oké, Justin, als de volgende een hele goede kaart is, dan komt het allemaal door jou. Een gewone victory wel. Dat is ook wel logisch, want dat kan allemaal door Justin. Nog 3 kaartjes te gaan. Eén, twee, drie, vier. Laten we kijken. Een Fight Energy. Kom op. Deze wordt het? Oké, goed om te weten. Indeedee. Doddler. Fan of Waves. Roly Coly. Spoink. Cacnea. Bronzor. Salandit. Reverse Holo Rapid Strike Remoraid. En als rare in het pakketje een Conkeldurr. Justin, wat doe je? Oké, nog 2 pakjes te gaan. Er moet toch wel 1 coole kaart in die 2 pakjes zitten. Laten we hopen op een Rainbow Victini of zo. Nee, dat viel vies tegen weer, Sander, wou ik zeggen. Justin. Oké. Wat denk je van dit pakketje, Justin? Wat denk je wat dit voor pakketje wordt? In ieder geval een Lightning Energy. Als hij scherp stelt natuurlijk, anders niet. Ja, Lightning Energy. Nice, Jeroen. Pyro. Heatmore. Rapid Strike Energy. De laatste, oké, dit is de ene laatste. Electrobus. Lickitung, Cherubi, Horsey, bij deze voel je geen klik, oké, duidelijk. De Reverse Holo is een Tapu Bulu, nice, oké. En de rare van dit pakketje, een... oh nee, daar willen we het niet over hebben. Nee, oké, dan moet hij in het laatste pakketje zitten. Dit is hem. Het doosje is leeg.
Nou, ik geloof je nu wel, Justin. Nu je voorspelt dat het geen goede zou zijn. En het was ook echt een kut kaartje. Dan geloof ik dat dit een hele goede gaat zijn. Omdat jij het zegt. We beginnen met Gras Energy. Oké, het laatste pakketje, jongens. Ik moet wachten van Justin. Ik wacht even. Ik wacht even. Justin zegt dat ik moet wachten. Dit is het laatste pakketje. Dan gaan we daar even naar luisteren. Ik wacht. Tears of Life. Single Strike Big Knight. Doddler. Kargle. Blipbug. Rapid Strike Shinx. Esper. Roly Coly. De Reverse Holo van het laatste pakketje is. Niet een Salandit. Een. Oeh, een Single Strike Houndoom. En de laatste kaart van het pakketje. Is het een goede kaart? Ah, in ieder geval een Octillery. Een Holo Octillery. Dus we hebben in ieder geval iets. Maar we hebben hele goede kaarten getrokken. We gaan er zo eens even naar kijken. Welke coole kaarten we allemaal hebben getrokken. In ieder geval deze Octillery. Die gewoon echt vet is. Ik vind die achtergrond vet van de Octillery. Was zeker een leuke pack komen. En we zijn nog niet klaar, want we gaan nog heel even kijken wat we allemaal voor coole kaarten hebben getrokken. Deze Octillery. Deze Holo Meowstic. Tapu Koko V. Crobat Holo. Rapid Strike Urshifu V-Max, wat gewoon echt een hele vette en volgens mij ook dure kaart gaat worden. Aegislash Holo. Corviknight V. Empoleon V. Steelix Holo. Tapu Koko V-Max. Entei Holographic. Stoutland V. Deze is zo vet. Dit is echt mijn favoriete kaart die ik heb getrokken. Die gouden levelbal. En natuurlijk hebben we ook nog een Flapple V. En deze Necrozma V. Die ook gewoon echt gruwelijk is. Ook een hele vette kaart. Dat was het voor vandaag. Dat was de stream voor vandaag. Dat was de video voor vandaag. Wil je nou dat ik vaker TCG's opening ga doen? Laat het dan in de YouTube reacties achter. Of join de Discord en zeg tegen mij daarvan. Oh, misschien is het wel leuk dat je deze keer gaat openen. Ik wil in ieder geval proberen om elke nieuwe set een keertje te gaan halen. Lijkt me wel leuk. Het gebeurt niet zo vaak, ongeveer 4 keer per jaar of zo. Dat er nieuwe sets uitkomen. De eerstvolgende is in de zomer, geloof ik. Die heet Chilling Rain, geloof ik. Die wil ik wel weer gaan halen. Dat is waarschijnlijk de eerstvolgende. Ik hoop dat jullie het dan weer zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.